Ja, trainer Wim Schaap, jullie winnen hier met 8-0 van SV Lelystad. Ja, wat voor gevoel overheerst nu 8-0 winnen tegen zo'n tegenstander? Ben je dan blij of baal je dan toch juist dat er misschien meer in had gezeten? Nee, ik ga echt voor de 3 punten. En we proberen gewoon zoveel mogelijk goals te maken. En ik ben eigenlijk blij dat we er heel uit zijn. En dat we gewoon een aantal doelpunten gemaakt hebben. Dat is goed voor het vertrouwen. Ja, want jullie hebben tot nu toe 1 keer gewonnen, 1 keer gelijk. En dan vandaag dus ook weer gewonnen. Tevreden met die start? Ja, als je kijkt, dan vind ik dat we verleden week te weinig gehad hebben. En ja, daar hebben jullie zelf tekort gedaan. Want op een gegeven moment moet je ook jezelf belonen. De andere kant is natuurlijk de eerste wedstrijd tegen Dingsbelo. Dan winnen we in blessuretijd. Dus dan moet je ook wel realistisch. Uiteindelijk uit die 2 wedstrijden ja, sta je dan met 4 punten. Dus dat is vrij normaal als je kijkt naar de wedstrijdverloop. En dan vandaar vind ik terecht dat we gewoon 3 punten pakken. Ja, want tegenstander als SC Lelystad die dit seizoen al 21 doelpunten tegen had in 2 wedstrijden. Ja, daar moet je dan ook voor winnen, toch? Ja, dan ben jij stand verplicht. En dat is ook de opdracht geweest voor de wedstrijd. Zo goed mogelijk voetbal spelen. Die man veel laten lopen. Positioneel steeds goed staan en uit de duels blijven. Ja, dat hebben we bij Vlagen goed gedaan. Ja, en dan mogen we dan spreken van een gouden wissel als je Jeroen van der Meer inbrengt die 3 keer scoort naar rust? Nee, dat heeft niks met een gouden wissel te maken. Het is gewoon dat Jeroen gewoon is heel goed bezig. En kijk, ik ben een trainer die niet zomaar gelijk steeds wisselt van spelers. En Jeroen laat weer zijn visitekaart zien en dat is aan hem. Ja, wat ik zeg, 7 punten, 3 duels, tevreden trainer? Ja, als je kijkt naar het verloop van die 3 wedstrijden, dan doe je het goed met 7 punten.